En dan nu die. Ik heb het echt goed gedaan, maar nou mogen ze weg. Dus die ga ik even weggooien. Goedemorgen, mijn telefoon maakt allerlei rare geluiden vanmorgen al. Ik was nog maar net wakker, toen kreeg ik al een pushmelding van TV Oost. Dat er een of andere grote zoekactie gaande is, veel plezier. En nu blijft die piepen, zomaar eens even checken wat er is. Mijn tas is alweer gepakt, lunchtrommeltje zit er alweer in, bevat hetzelfde als gisteren. En ik heb een briefje opgehangen, want ik was boos vanmorgen toen ik naar beneden kwam. We hebben pas een nieuwe koelkast en hij stond open, dus nu hangt er deze bij de deur. Weet je, het is A niet goed voor de koelkast, B niet voor de producten die erin staan. En nu weet ik dat hij niet langer heeft opengestaan, dat ik er nog één naar beneden heb horen komen toen ik al wakker was om 6 uur. Dus het is nu niet heel lang, maar het moet gewoon niet, punt. Nou, ik ga nog even snel een shaker in gooien, want daar heb ik wel zin in. Even wat eten. Nou ja, drinken in dit geval. En dan weer op naar school. Nog even make-upje op. En klaar. En terwijl ik die shake drink, kijk ik even de vlog van Janneke. Dan, die is in de vlog nog op vakantie. Dus dat is leuk. Nou, er staan 2 orchideeën klaar. Die gaan weer terug naar school. Die zijn van school. Die had ik opgekweekt. En nou, ik denk niet dat ze heel veel worden, nog. Maar we gaan het zien. En nou, daar is het dus nu leeg. En daar stonden ze dus tussen. Dus ja. Nou, en dat is dus afwas wat dan naar beneden is gebracht. Goed. Ik ga een briefje neerleggen wat meneer moet doen. Want die is als enige thuis, want nummer 2 moet ook naar school vandaag. Dus er ligt een briefje met allerlei klusjes. Kan die prima wachten, vind ik. Dus tot straks nog even. Tijd om te kleden. Dat doe ik toch met één hand, denk ik. Dat moet lukken. Nou, ik ga toch maar even jullie wegleggen. Nou, je kunt wel goed het verschil zien, hè? Klaar. Nou. Het is altijd maar één nadeel aan weer terug naar school. Ik ben direct weer snotterig. En of dat nou komt door het luchtbehandelingssysteem, ik weet het niet. Maar ik merk gelijk dat mijn hoofd weer voller met snot zit. Dat is minder. Nou, ik heb de jas al in de hand. Nou ja, de jas vest. Want het belooft weer een warme dag te worden. En dan is het nu wel lekker om iets aan te hebben, maar vanavond echt niet. En we gaan nog naar een strand vanmiddag, dus daar, voor introductie, dus daar wil ik toch denk ik ook wel een visje aan, misschien. Dus die neem ik alvast mee. De plantjes gaan mee, mijn tas gaat mee en ik zie jullie vanavond weer. Dus tot later. Zo, weer thuis en hiernaast mij is al iemand druk aan het koken. Die gaat pasta maken voor hem en zijn broer. Ik weet nog niet of ik pasta mee eet, dat ik bouchettini ervan maak of dat ik wat anders ga eten. Moet ik even overdenken. De saus staat er. De saus is er, dus dan kan ik wat mee doen wat ik wil. En ik ga wat doen voor school nu. Nog een studiewijze schrijven, dus die ga ik maken. En ik wilde nog wat gaan doen, maar dan weet ik niet meer wat. Oh ja, ik moet een mail opruimen. Ik heb zoveel e-mailtjes gehad de laatste dagen dat ik daar echt even naar moet kijken. Alle junkmail weer even eruit vissen en alle gewone mail even doen. Dus dat ga ik eerst even doen. En dan ga ik bezig met de stuurwijzer. En omdat ik niet hoef te kopen, dat scheelt. Dus dat ga ik regelen. En broodtrommel in de vaatwasser zetten en een kind aansporen om dat ding ook uit te ruimen. En dat is niet degene die aan het koken is, maar dat mag de ander doen. We kunnen best even wat wachten. Dus die kan best even wat wachten. En hij maakt een hoop lawaai, want hij moet een goede pan zoeken. Ja. Voor de champignons. Goed, ik ga gauw. Zo, nou, maaltijd op. Lekker. En nu moet ik echt aan de slag met het boek. Ik kan je het boek wel eens even laten zien. Wij werken met deze methode. Dat is van de uitgeversgroep, de toerist. En dit is de module die ik ga geven. Dus ik moet nu op zoek naar assistenten in de gezondheidszorg. Want ik moet met dit boek dikke 20 weken vullen. Beetje weinig materiaal. Dus heel veel bijzoeken, heel veel doen. En ik had gisteravond al het een en ander uitgezocht, gelukkig.
Dus dat ga ik nu verwerken in de studiewijzer. En ik ga eerst mijn studiewijzer voor 2 weken maken en dan werk ik daarna wel weer verder. En mocht jij assistent in de gezondheidszorg zijn en het leuk vinden om een gastles te komen geven, neem even contact op via vraaghetsuus@gmail.com. Nou, even de muziek uit, want anders hebben we weer een copyright claim. Zo. Mute, zeiden we. Oké. Nou, nu kunnen we geen copyright claim meer krijgen. Wat wilde ik nog zeggen? Ja, even via vraaghetsuus@gmail.com kun je contact opnemen met mij. Het is sowieso altijd op een maandag. Dus, nou, weet je dat alvast. 6 uur, ik ga aan de slag. Ik ben benieuwd hoe laat ik klaar ben. Ik gok 7:30, 8 uur. Misschien wel 8:30. Oh ja, maar eerst moet ik nog iets aanzetten. De heren hadden netjes hun taken gedaan. Eén had gekookt. De ander heeft van alles en nog wat gedaan. Pilletje erin. Deurtje dicht. Kastje. Gezien. Ja, en die mag even drogen. Nou, beide hebben keurig hun taken gedaan. Dus ik ga naar boven. En ik ga aan de bak. Ik zie jullie later. Klaar. Af. Nou ja, voor periode 1. Viel me mee. Ik ben maar 1 uur en 25 minuten bezig geweest. En ondertussen heb ik nog 1 gastles in elk geval geregeld en 2 mogelijke. Dus dat vind ik al heel leuk. Maar dat is nog even afwachten of mensen gaan reageren. En iemand vroeg of ik de voortuin nog wil laten zien. Nou, er is nu op dit moment niet heel veel te zien in de voortuin. Want alles moet nog gaan groeien en bloeien. En dat duurt gewoon 1 jaar, misschien wel 2, voordat dat zover is. Nou, kijk. Dat is deze kant. Dat is, achteraan staat de eetbare tuin. Nou, hier staan allemaal verschillende soorten plantjes. Dit is inmiddels goed aangeslagen, want het is zelfs gaan bloeien. Nou, dit moet nog even. Dit bloeit volgend jaar. Dit is uitgebloeid. En daarachter staat, dat bloeit al wel. Nou, dat gras dat wordt straks helemaal oranje, heb ik begrepen. Daar zijn nog allemaal plantjes. Nou, de boom is inmiddels uitgebloeid, dus die kan ook gesnoeid straks. Dus ja, echt heel veel is er hier niet te zien nog. Dus dat is de plant van de buurvrouw. Die vind ik ook heel mooi, dus misschien komt ook nog wel een stekje bij mij. Maar, al met al, begint het al aardig wat te worden. Nu achter even laten zien dan. Als we dan toch bezig zijn, dan nog maar naar achteren. Ja, ik heb een touwtje om de deur. Dus moet ik elke keer de sleutel zoeken. En dat vind ik niet zo heel handig. Oh ja. Ik sta in het donker. Nou, ik wandel nu naar het licht. Dus dat scheelt. Hallo? Ja, ben weer scherp. Goed. Nou, de achtertuin. Ik moet gras maaien. Ik denk dat ik dat zo nog even ga doen. En dan heb ik de hortensia's. Nou, daar staan inmiddels nog wat gele planten tussen. De stokrozen zijn gesnoeid en nog een keer zo hard gaan groeien. Deze hortensia is een beetje dood aan het gaan. Nou, daar staat 1, 2 die nodig geknipt moeten worden. De zonnebloemen zijn meer dood dan levend, maar daar eten de vogeltjes nu van. Ja, en de passiebloem die doet het prima. En ook die kant ziet er nog steeds redelijk uit. Wordt wel minder zo langzamerhand. Ja, en die zijn af. Ik kan ze niet meer redden nu. Maar die hebben geen schuld. Die hebben heel lang gebloeid. Ze zijn nu echt gewoon af. Ze worden geel. Dus die ga ik weghalen. Dat ga ik zo gelijk even doen. En ik ga gras maaien, heb ik besloten. Dus dat ook maar weer gedaan. Daar van de week ook verder niet meer na te denken. Mocht het dan gaan regenen, kan het ook gaan regenen. Dus, ik zet jullie uit. Over een kwartiertje ben ik klaar met gras maaien. Doei! Nou, beter hè? En dan nu die. Ik heb het echt goed gedaan, maar nou mogen ze weg. Dus die ga ik even weggooien. Ja.
Maar inmiddels is het even voor 9. Ik wil even douchen. Ik ga vast de deur op slot doen. Sorry voor het mooie blauwe licht. Maar het is al bijna donker buiten. En dan krijg je dat. Even de paal weer op zijn plekje zetten. Ik heb hem 1 jaar in winter binnen gehad. Het was achterweg. Niet schrikken, zo gaat er heel veel licht aan. Dus ben ik ineens goed te zien. Kijk. Maar de deurtjes mogen op slot. Die deur is eigenwijs. Nou, vanuit een hele donkere slaapkamer. Ik zal eens eventjes wat licht aan doen. Dat is misschien wel een idee. Hé, hey, daar ben ik. Vanaf hier wens ik jullie in elk geval een hele fijne dag. Kijk je dit 's morgens, dan een hele fijne dag. En kijk je dit 's avonds, dan slaap lekker en heb mooie dromen. Ik hoop je terug te zien in de volgende video of in de volgende vlog. En vergeet niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. Te abonneren, dat kan hieronder. En dan zie ik je graag terug. En reageren mag natuurlijk altijd. Hou er wel rekening mee dat als ik aan het werk ben, ik niet direct reageer. Dus ja, dan duurt het heel even. Tot ziens!